Hey, welkom bij deze video. Leuk dat je kijkt. Vandaag wil ik je graag iets meegeven, wat ik ook recent aan twee cursisten heb meegegeven die hun examen deden. En waar het mij om gaat, is dat ik het heel belangrijk en waardevol vind dat mensen vanuit inzicht en begrip kunnen werken met die klankschalen. Want hoe bewuster je je klankschaalmassage kunt opbouwen, hoe bewuster je weet wat je doet en wat je kiest, hoe beter die klankschaalmassage daar ook van kan worden. En ook als je jezelf wilt verder helpen in het werken met die klankschalen, dat kun je alleen maar doen vanuit inzicht en begrip. Dus daarom vind ik dat zo waardevol. Nou, ik pak er even iets bij. Kijk, dit zijn twee koplampen. En dat is vandaag super handig, want met deze koplampen kan ik nog even het licht laten schijnen op het onderwerp wat ik nu wil gaan uitleggen. Kijk, als ik deze twee lampen heb en ik laat die lichtbundels in elkaar schijnen, dan versterkt dat die lichtbundel tussen die twee lampen. En ook hoe dichter ik die lampen naar elkaar toebreng, hoe sterker ook die lichtbundel tussen die twee lampen wordt. En zo wordt die lichtbundel natuurlijk weer iets zwakker. Nou, als je dit in gedachten neemt en je gaat niet uit van twee lampen, maar van twee klankschalen, stel je voor dat je iemand een rugmassage wilt geven en je plaatst die twee schalen op de rug. Dan kun je ze natuurlijk op deze afstand van elkaar plaatsen. Maar misschien lukt het je ook wel moeiteloos om die schalen op deze afstand van elkaar te plaatsen op de rug. En net als bij de koplampen, het gebied waarin die klanktrillingen actief met elkaar samenwerken, is dit gebied. Dus hier werken de klanktrillingen het sterkst. Nou, stel je voor dat ik mijn rugmassage geef met die twee schalen, maar ik heb niet de bedoeling om heel specifiek op een plek te werken. Dan zou ik er zelf dus voor kiezen om bij voorkeur die schalen iets verder uit elkaar te plaatsen, zodat je dat actieve gebied tussen die twee schalen vergroot. Maar stel je voor dat ik wel specifiek op een plek zou willen werken, dus stel je voor dat ik op deze plek zou willen werken, dan kan ik ervoor kiezen om die schalen iets dichter bij elkaar te plaatsen, zodat, net als bij die koplampen, je eigenlijk ook die klanktrillingen bundelt en versterkt meer in een kleiner gebied. Nou, dus op deze manier kun je elke keer heel bewust voor kiezen of je die klanktrillingen uit de klankschalen actief met elkaar wilt laten samenwerken op een groter gebied, of dat je de klankenergie meer bundelt. Dus daar kun je heel mooi mee schuiven. Nou, ik hoop dat je wat aan deze techniek en dit inzicht hebt gehad. En als dat zo is, like dan even deze video. Daar zou je me een groot plezier mee doen. Oké, ik zie je de volgende keer.